Goedendag, kijk naar de Weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we brede opklaringen boven Nederland, maar langs de westkust ligt er al een dikke pluk met bewolking en die trekt later vanavond het land binnen. Aan zee valt er voornamelijk regen, soms natte sneeuw, maar landinwaarts gaat de neerslag over in droge sneeuw en dan kan het opnieuw glad worden, vooral de oostelijke helft van het land. Als de neerslag weg is, dan gaat het opklaren en dan kan het ook nog eens glad worden door bevriezing, want in de loop van de nacht daalt het kwik tot iets onder het vriespunt. De wind is verder vrij rustig. Morgen hebben we een afwisseling van een zonnige periode en enkele wolken. In het zuiden kan in de ochtend wat regen of natte sneeuw vallen, en pas in de avonduren is er in het noorden een bui mogelijk voor 3 tot 5 graden. Zondag draait de wind naar het noordwesten en neemt in kracht toe. Er komen meer wolken, de zon breekt minder vaak door en er vallen meer buien, soms zijn ze winters. Ook maandag zijn er nog winterse buien. Later in de week neemt de kans op neerslag af. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.